Goedenavond iedereen. U werd net muzikaal welkom geheten door Bert Dox, bekend van Flying Horseman en Dans Dans. Ik ben Katrijn van Houwermeijeren en ik heb de eer mezelf redacteur van Peter Verhelst te mogen noemen. Namens De Bezige Bij en Passaporta heet ik jullie allen van harte welkom op deze boekpresentatie van de nieuwste roman van Peter Verhelst, Voor het Vergeten. Een jaar geleden in het vliegtuig onderweg naar Sevilla las ik de eerste versie van Voor het Vergeten. Toen had het nog de werktitel 2.0, die nu bij nader inzien gelukkig gesneuveld is. Voor het Vergeten is immers nu al een klassieke titel wat mij betreft. Een mooie alliteratie, een lichte vervreemding, want hoezo niet tegen het vergeten, een verwijzing naar een gedicht van Verhelst, want starre zonegrenzen, daar doen we niet aan, maar ook nog eens zo hard kloppend bij het boek. Een tweevoudige ode aan het vergeten. Aan de ene kant het vastklampen aan de momenten voor het vergeten wordt ingezet. En aan de andere kant een ode aan het vergeten. Want dat moeten we doen om door te kunnen gaan na een verlies. Vergeten, maar veeleer nog nieuwe verhalen schrijven. Vormgeven aan het verdriet. En er nieuwe vormen voor vinden. Vormen die je zelf maakt, zoals deze roman in het geval van Peter, of vormen aanwenden die al buiten je bestaan, zoals kunst, een groter aanwezige in deze roman. Toen op weg naar Sevilla en later aan de rand van het zwembad, heeft het boek zich al in me genesteld. Het kroop meteen mijn vezels in. Bij het praten erover met Peter en andere collega's in de maanden erna, en bij elke herlezing, kwam er voor mijn gevoel steeds opnieuw een laag bij. Als redacteur lees je elk boek dat je begeleidt meerdere keren, maar bij Voor het Vergeten was dat een waar voorrecht, betaald te worden voor het herlezen van dit boek. Want het is een boek om het liefst meermaals over je heen te laten komen. Een boek waaraan je je moet overgeven. En het is een boek dat zich telkens anders aan je openbaart, afhankelijk van waar je bent en in welke stemming. En zo heb ik toch al best veel gezegd zonder al te veel van het boek prijs te geven. En dat was precies de bedoeling. We hebben immers een heel programma voor u in petto. Ninia Weijers, schrijver van de in 2014 verschenen roman De Consequenties, gaat zo een laudatio uitspreken. Daarna gaat de onovertroffen Ruud Joos Peter interviewen. Dus dan kan hij er eindelijk ook zelf iets over zeggen. Hierna gaat Peter nog een stuk uit het boek voordragen en we sluiten af met enkele nummers van Bert Dox, die u net al hoorde. En daarmee is de cirkel rond en kunt u zich begeven richting de bar en de boekenstand. Last but not least wil ik de mensen van de Beurs Schouwburg bedanken voor het beschikbaar stellen van deze mooie locatie. En dan geef ik nu graag het woord aan Ninia Weijers. Dankjewel. Wauw, wat een fel licht. Ik zie niemand. En Peter al helemaal niet. Ah, daar zit je. Allerbeste Peter. De brief is een trage vorm van post. Deze deed er zo'n anderhalf jaar over je eindelijk te bereiken. In wat inmiddels een ver verleden lijkt, al ben ik er sinds het lezen en herlezen van je roman meer dan ooit overtuigd dat onze ideeën over chronologie niet meer zijn dan ideologie, terwijl daarachter de tijd een wilde dans opvoert die niets te maken heeft met bekrompen noties als heden en verleden, maar dat terzijde. Dus laat ik zeggen, bij wijze van spreken in een ver verleden, vroeg Hugo Bousset, misschien hier ook aanwezig, ons namens DWB om een briefwisseling te beginnen. Iets met verdwijnen en kunst, daarin leken we allebei geïnteresseerd. Ik beloofde de eerste brief te sturen en toen nog eens en nog eens, tot ik een hele mailwisseling met Hugo had, vol excuses mijnerzijds en vriendelijke, doch standvastige aansporingen van zijn kant, maar nog altijd geen brief aan jou. Een paar keer begon ik eraan, maar ja, maar wat? Ik was beschroomd, ik was lui, ik had de hele tijd deadlines, kunst, verdwijnen. En toen ineens kwam jij met een brief aan mij. 350 losse vellen in een envelop. Bijeengehouden met een elastiekje. Daar zat ik, aan mijn tafel. De stapel papier rechts, die langzaam veranderde in een nieuwe stapel links.
als de man met de spade op die schilderijen van Tuymans, groef ik me een weg door het papier. Ik onderstreepte en zette uitroeptekens in de kantlijnen en op een gegeven moment noteerde ik: lezen is lichamelijk. Wie het alleen met haar hoofd doet, mist de helft. En hoewel onze briefwisseling iets uiterst artificieels heeft gekregen, jij schreef een brief in de vorm van een roman, ik sta hier een brief te speechen, ben ik blij dat onze correspondentie fysiek is geworden. Ook spreken is een daad van het lichaam. En staan en de warmte van deze ruimte, de geur van een nieuw boek, het ambacht van de houthakker en dat van de schrijver samengeperst tussen twee kaften. Volgens Tuymans, schrijf jij, is er altijd een weke plek in een schilderij waardoor je het kunt binnendringen. Ik heb volgens mij die Tuymans wel bij de hand, of niet? Kan ik dat? Ja, dat is misschien toch fijn. Dat klinkt misschien alsof er een magische toegangspoort bestaat. Een sleutelgat, een Achilleshiel. Iets waarmee het schilderij, al dan niet per ongeluk, zijn geheim zou prijsgeven. Maar wie het werk van Luc Tuymans kent, zoals jij, Peter, weet dat zo'n wekenplek eerder een zwart gat is, een soort wond. De mandorla die je verderop beschrijft, begin- en eindtijd tegen elkaar geplakt als twee helften van een amandel. En in zo'n mandorla een Christus met op de plek van zijn zijwond een mandorla. Niet om het bloed weg te poetsen, maar om, en ik gebruik weer jouw woorden, het oneindige, het onuitspreekbare, het onmetelijke van de pijn uit te drukken. Wat ik probeer te zeggen, die weken plek is nog maar het begin van alles. Wat ik probeer te zeggen, daarachter opent zich een al maar uitdijend universum. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen, wie het werk van Peter Verhelst kent, zoals wij hier denk ik allemaal, weet dat het poreus is, vol wekenplekken, openingen, wondes en zuigende zwarte gaten. Onophoudelijk glippen we er binnen en onophoudelijk glipt het ons binnen. Ik ken weinig schrijvers die de roman zoveel durven laten zijn als jij. Voor het vergeten gaat niet over rouw en transformatie, het is rouw en transformatie. Het is alsof je het verdriet onder een microscoop hebt gelegd en ons de glibberige veelvormigheid ervan toont. Wat met het blote oog stil en bewegingsloos lijkt, blijkt ingezoomd een explosie van almaar vertakkende vitaliteit. Volkomen organisch groeit er onder de ogen van de lezer een boom van verhalen, gedichten, haikus, beschouwingen, onzichtbare kunstwerken, herinneringen, associaties. Mensen worden mythische wezens die veranderen in bomen, die mensen worden, die doodgaan, verdwijnen onder een doek van marmer, verdwijnen van een eiland, aan boord klimmen van het schip, dat geen schip is, maar een glazen kasteel. En in de tuin, nee, het stadspark, staat een man met een spade, of een hertogenwei. Hij zet een stap dichterbij en vraagt: kunt u mij zien? In de Tuymans-schilderijen vond jij de wekenplek in het hardste deel, de spade. Door die spade kom je in het hart van het werk, waar, zo schrijf je, een rare generositeit de toeschouwer opwacht. Die je samenvat als de troost van de ontluistering. De troost van de ontluistering. Dat is zo mooi. En zo juist. En zoals je zelf ook wel weet, zozeer van toepassing ook op jouw roman. Voor het vergeten is een wonder. Een boek om naast je bed te leggen, zodat het je dromen binnendringt. Een groots kunstwerk om dan toch maar even die grote woorden in de mond te nemen. Dat woord wonder is trouwens mogelijk afgeleid van het woord wond. Zie ik in de door mij zeer geliefde online etymologische databank. En het woord wond leidt me naar de website www.huidziekte.nl. Waar ik een definitie tegenkom waarmee ik deze brief dan maar wil afsluiten, omdat ze alles zegt wat ik zelf wil zeggen, maar dan beter. Een wond, staat er, is een verbreking van de samenhang van de huid met neiging tot genezing. Dankjewel. Thank you.
Je zou zo naderhand wel gaan denken dat ze dat nu al kunnen, links of rechts kiezen. Nee. Het is geen toeval, denk ik, Nina, dat ik een paar van jouw woorden steel. Of dat ik die er ook had uitgehaald. Die wekenplek, daar moeten we het straks over hebben. Maar laten we beginnen bij jouw vader, Peter, met jouw welbevinden. Omdat hij hier aanwezig is en omdat ik tijdens het lezen ook dacht, het is wel wat, het is tegelijk heel intiem wat jij schrijft. Daar moet hij wel mee akkoord gaan. Hij heeft natuurlijk een schrijver als zoon, maar toch. Ik kan me voorstellen dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat zou ik eigenlijk aan hem moeten vragen, maar ik heb het boek gegeven aan mijn vader toen het af was. Toen het eigenlijk ongeveer gedrukt werd. Maar die intimiteit is een raar ding natuurlijk. Enerzijds weet je als je een boek schrijft over verlies, dat er als het ware iets op het spel moet staan. Ja, ik bedoel, je kunt niet half over verlies praten, dus je moet op de een of andere manier het evenwicht vinden, denk ik dan. Want ik ben normaal gezien zeer afstandelijk op dat vlak. Om een soort intimiteit te vinden die eigenlijk eerder universeel is. Bijvoorbeeld mijn eigenlijk kom je nauwelijks iets te weten over het leven van mijn ma, bijvoorbeeld. Zelfs daarna niet. En een beetje hetzelfde eigenlijk heb ik mijn vader, echt gênant, maar goed, heb ik er ook tegelijkertijd een soort universele persoon van gemaakt. Namelijk een persoon die iemand heel dierbaars verliest. Mm-hmm. En in die zin is het een beetje een soort mengeling tussen mijn vader en de mens die iemand verliest. Uiteraard. In die zin valt het mee, denk ik. Waarom wacht je dan om het hem te geven tot het bijna gedrukt was? Ja, om heel zeker te zijn. Er was geen weg terug. Ja, nee, maar ik was er ook van overtuigd. Want ik bedoel, ik vind dat echt heel belangrijk, hoor. Want om het niet gênant te maken. En dat is een dunne lijn waar ik wel van hou. Dus dat je de mens erachter voelt, maar dat je niet onmiddellijk een soort inkijk krijgt in dingen waarvan ik denk van ik wil het niet weten. Ik heb dat heel duidelijk met bepaalde boeken. Ik denk van, moet ik dat nu weten? Maar hier was het heel duidelijk een keuze voor een mens van vlees en bloed zonder dat je gegeneerd bent als je die mens later tegen het lijf loopt. Ja. Het tweede woord dat hierop stond was naast intiem, universeel. Ja. Omdat het dat natuurlijk ook is en moet zijn. Ja, maar dat is toch niet, betekent dat dan schrappen en het abstracter maken? Nee, helemaal niet schrappen. Het is een bepaalde houding, denk ik, die ik sowieso heb. En hoe moet ik dat nu zeggen? Ik geloof heel erg dat het een heel, om jouw woorden te gebruiken, een heel intieme roman is, omdat je heel duidelijk deelgenoot wordt van iets dat volgens mij heel diep gaat, namelijk van de blik van iemand. En dat vind ik een behoorlijk verregaande intimiteit, alleen is die veel suggestiever en minder direct en minder plat dan mocht ik bijvoorbeeld openbare bekentenissen doen of over wat dan ook, of gênante details bespreken van een van de personages. In mijn boek, die dan ook nog echt blijkt te bestaan. Ik hou veel meer van die beelden waarin je echt het wezen van iemand kunt zien dan fait divers die gênant zijn. Ja. Dat is een superieure graad van intimiteit natuurlijk. Hè? Ik denk dat wel, ja, absoluut. Deelgenoot worden van iemands blik is vrij verregaand. Ja. Mogen we die blik letterlijk nemen? Want er is een heel belangrijke blik in het boek. En misschien is dat wel meteen de wekenplek. Enfin, ik vond toch de ingang in het boek via die blik. Kan je die blik eens beschrijven?
Er is natuurlijk één bijna archetypische, één archetypisch moment bijna in die roman, waar we mijn moeder gaan bezoeken, die opgebaard ligt. En daar zie ik de blik van mijn vader, die kijkt naar mijn moeder. En dat is een archetypisch moment. Dat is echt het kijken, want omdat je weet dat op dat moment het vergeten dreigt te beginnen, omdat het misschien de laatste keer is dat je dat ziet. En tegelijkertijd het ongelooflijke verlangen te zien wat wij allemaal hebben om dingen te behouden. En dat is nu net natuurlijk die dubbele beweging die het hele boek, ook die dubbele beweging van de titel. En dat is het. Dat is wat ons drijft natuurlijk, de hele tijd. De wil om dingen te houden en terwijl op dat moment natuurlijk het vergeten begint. En dat bracht mij onmiddellijk bij een van mijn grote geliefde verhalen, namelijk het Orpheus verhaal, wat mij altijd zeer dierbaar is geweest. Van een man die zijn geliefde uit de onderwereld haalt, dankzij kunst, muziek in zijn geval. En op het einde kijkt, en in dat kijken eigenlijk zijn geliefde verliest. De ongelooflijke tragiek daarvan vind ik een ongelooflijk mooi, hartverscheurend ding. En dat is net wat er gebeurt in ons kijken natuurlijk. Op het moment dat we kijken, verliezen we en winnen we tegelijk. En dat is eigenlijk het hart van het ding. Het kijken en vandaar, kijken is mij zeer dierbaar, dat is echt mijn voornaamste zintuig, denk ik. Ik heb er altijd ook in geloofd, in het kijken. Ik kijk graag. En vandaar dat kunst natuurlijk uitgelezen is voor mij, dat is voor mij gemaakt. Ik kan echt kijken. En naar een kunst, terwijl ik weet dat het zich nooit helemaal zal openvouwen. Maar ik trek mij daar niks aan. Ik blijf kijken en wachten totdat het kijken woorden vormt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je doet in een roman ook. Nou ja, wat jij doet in een roman. Of wat ik doe in een roman, ja, inderdaad. Ja, ik vergeet altijd. Ja, nee, maar dat is niet. Maar daar haken we meteen wel iets belangrijks aan, want het heeft zelf een definitie van alles waar je mee bezig bent. Namelijk, het hoeft niet per se allemaal open te vallen of doorwaadbaar te zijn of doorzichtig. Maar dat is toch een van die ongelooflijke rare dingen die. Er bestaan twee mythes waar ik mijn mond vol daarvan over. Ik bedoel, de mythe van de ene ruk waarin je een boek moet lezen. Ik denk, waar is die ruk? Wat betekent dat? Ik bedoel, ik weet echt niet wat er bedoeld wordt. En ten tweede, dat een boek, dat je elke seconde in een boek zou moeten weten waar je bevindt, denk ik van. Waarom? Maar waarom heb je dat nu intussen al achterhaald? Hoe dat komt dat we dat bijvoorbeeld met dat schilderij van Tuinmans, wij niet hier in die zaal, we zijn even superieure wezens, maar voor vanavond, hè. Maar ik bedoel, dat er het verlangen, dat er meer aanvaarding is bij het kijken naar een kunstwerk, dat het niet helemaal begrijpelijk is of zo. Dat is niet waar. Ik bedoel, sorry dat ik je in de reden val, maar wij gaan er wel vanuit. We hebben natuurlijk dat soort idee van begrijpen waar ik echt een beetje zot van word. Ik bedoel, het is ons toegediend. Ja. Dus een soort betekeniswil, en een betekeniswil betekent dat we iets kunnen samenvatten, analyseren, dat we het kunnen samenvatten en dat het beheersbaar is, dat we het onder woorden kunnen brengen op een begrijpelijk, op een manier waarvan we denken dat we het helemaal in de hand hebben. Ik begrijp daar niks van die definitie. Je kent dat verlangen niet? Ja, ik ken het wel op eenvoudige wijze. Ik bedoel, ik hou ervan dat ik af en toe in het leven toch iets begrijp, maar ik geloof dat er een vorm van begrijpen is die eigenlijk veel verder gaat. En ik heb alleen maar onbeholpen en een beetje onnozele omschrijvingen daarvoor, maar ik geloof echt dat en het gaat niet over onderbewustzijn of wat dan ook zelfs. Het gaat echt letterlijk over, er zijn veel dingen die meezingen in dat begrijpen. En het gaat niet alleen over de dingen waar je vat op hebt. Het gaat over dingen die, het gaat over ervaringen die meetrillen. Het gaat over
zelfs fysiek. Ik hou ervan mezelf wijs te maken dat ik met mijn lichaam mee kan denken. Dat ik dingen voel, dat ik mij dingen herinner. En dat geheel, dat soms zeer troebel is, is voor mij veel belangrijker als weten, als lezen, als ervaren. Echt letterlijk in de ervaring van het lezen. Daarom ben ik ook een dichter. Ervaring. Gedichten zijn ervaringen. En dat dat eigenlijk een zeer verregaande manier is om, het wordt echt gênant, om een band op te bouwen met iets dat veel verder gaat dan, ah ja, ik kan dat verhaaltje navertellen en oh ja, ja, en nu zitten we daar, want die heeft dat gezegd. En we weten uit films en andere boeken dat door een psychologisch causaal verband dat nu zal gebeuren, dat interesseert mij niks. Ik heb dan liever dat er een soort beeld gelanceerd wordt. En ik bedoel dat niet minder waardig over die boek, want ik kan dat zeer, zelfs een beetje jaloers op zijn. Maar ik denk anders. En ik wil dat ik wil dat tonen, laten zien. Dat dingen meetrillen. En misschien trilt die lezer dan ook mee, of niet? Ja. En wat ik even bedacht, en dus probeer af te maken, maar zeg maar als het niet slaat. Is het niet zo dat er door de band genomen makkelijker dat soort ervaring, alles wat jij nu hebt beschreven, ervaren wordt of toegelaten wordt bij het kijken naar iets? Bij een schilderij, bij film, bij beeldende kunst, dan bij het lezen van iets? Ja. Maar hoe komt dat? Geen idee, men heeft bijvoorbeeld die behoefte nauwelijks bij muziek. Nee. Daar laat men eigenlijk gebeuren wat alles gebeuren. Ja. Voilà. Daar laat men, omdat men ervan uitgaat dat muziek op de een of andere manier chemisch op ons inwerkt, terwijl we weten dat het een hogere vorm van wiskunde is, natuurlijk, muziek. Die behoefte voelen we dan niet, om daar een soort verhaal rond te maken. Hetzelfde met dans. Daarom hou ik ook zo van dans. Ik bedoel, als je in een moderne dansopvoering, als je daar probeert een verhaal te maken, dan word je compleet krankzinnig. Maar daar voelen we blijkbaar die behoefte niet echt. Maar zodra er woorden in het spel zijn, denken we dat het samengevat moet kunnen worden. Misschien vertel ik nonsens, ik weet het eigenlijk niet. Nee, trouwens steek. Oei, maar dat is misschien niet. Het trilt. Het trilt. die vele dingen die jij over kunst hebt geschreven in het boek, laten we daar toch even bij stilstaan. Want het leek wel. Ik dacht dat. Er zijn er weinig die dat... Het is niet makkelijk, hè, schrijven over kunst. Er zijn er weinig die dat zo goed kunnen. Nou, wat moet ik daarop zeggen? Ik bedoel, er zijn er weinig die het doen. En ik versta het eigenlijk. Misschien omdat het moeilijk is. Misschien is dat een te eenvoudige... Ja, maar ik zit er ook al toe naast, hoor. Ik bedoel, onder andere, weet je, ik vertrek vanuit... Af en toe heb ik romantische ideeën over iets. En ik weiger niet te geloven in het feit dat je geen afbeeldingen nodig hebt. Of dat je afbeeldingen nodig zou hebben. Ik weiger dat te geloven. Dus er is geen enkele afbeelding. Er worden, ik weet het niet, meer dan 100 kunstwerken hebben een functie in dat boek. Mm. En ik blijf mezelf wijsmaken. En ik blijf gelukkig worden van het feit dat ik mezelf wijsmaak dat ze kunnen bestaan in woorden. Dat jij ze schrijft en dat wij ze zien, ja, of voelen. En dat er dan een deel van het kunstwerk zichtbaar wordt. Iets wat zo gezegd niet kan. Ik geloof dat niet. Ik bedoel, het is natuurlijk, het valt niet compleet samen met dat kunstwerk. Tuurlijk niet. Gelukkig wel. Het is veel complexer. Maar... weet je, mijn liefde voor kunst is zo groot dat ik dat wil. Ik wil dat voelbaar maken. Ik wil het. En zeker in zo'n roman waar het gaat over verlies. En dat betekent dus dat je op de een of andere manier het verlies niet ongedaan wil maken, want daar gaat het niet over. Maar dat je het verlies op de een of andere manier hanteerbaar maakt, want dat is rouw natuurlijk. Het verlies hanteerbaar maken. Is natuurlijk een van de dingen dat de kunst niet een therapeutische functie heeft daarin, maar dat het een vorm, of dat het
bij uitstek de plek is waar men een vorm vindt voor iets, dus voor verdriet. Mm. Dus met andere woorden, dan krijg je iets hanteerbaars. En het is ook een bewijs van leven, letterlijk. Het is vitaal. Het leek bij het lezen alsof dat schrijven over kunst, dat dat echt iets heel zintuigelijk fijn was ook om te doen. Dat is bij alles wat ik schrijf. Dat is met alles wat ik schrijf, maar nee. Extra? Ik hou daar ontzettend van. Ja, maar dat merk je. Ja. Omdat het gaat over een extreme vorm van kijken. Dat is eigenlijk wat... Ik heb echt geluk gehad in mijn leven dat ik op een bepaalde moment een aantal mensen ben tegengekomen, letterlijk echt. Ik bedoel, en die hebben mij geholpen in het... Ik was vroeger echt een kijker, maar dan zo een wild, een ongeleid projectiel. Ik heb schilders aan het werk gezien, beeldhouwers aan het werk gezien, fotografen aan het werk gezien, choreografen aan het werk gezien, theatermakers aan het werk gezien. En die... Alles gaat over kijken. Altijd. En die hebben mij leren kijken. En dat is dus... Dat is een van de dingen die ik het liefst doe in mijn leven, echt waar. Ik bedoel, en dan het wachten. Want er is dan een verschil tussen kijken. Dat moet dan door de een of andere maag. En dan moet dat... Ja, dan moet dat woorden... Dan moeten dat woorden worden natuurlijk die... En sensaties omzetten in woorden. Ja, ik bedoel... Dat is mijn ding. Ja, dat is ook mijn passie, echt waar. Ja, wel, dat kan je voelen. Omdat er zoveel, het werd ook al even aangeraakt, er zoveel verschillende, zullen we het, genres, stijlen, probeersels, allerlei verschillende dingen opduiken in deze roman. Mag ik daar nog iets over zeggen? Want wat mij bijvoorbeeld opviel, en dat is heel typisch, en daarom is het een echt bijna een boek over rouw, letterlijk wat er gebeurt tijdens rouw, is in feite dat wie je bent op dat moment, dat eigenlijk je blik bepaalt. Je blik besmet natuurlijk, dat is nogal evident. Met andere woorden, dat er een heleboel werken die ik al ken van toen ik als jongetje in de encyclopedie zat kijken thuis. Bijvoorbeeld de beelden van Bernini. Mm-hmm. Die mooie, mooie marmeren lichaam. Dat die plots een soort drager werden van verdriet. En is dat niet mogelijk? Ik bedoel, ik had die nooit als verdriet gezien toen ik een kindje was, toen ik later naar keek, was dat lust en of geweld. En plots werden de dragers van verdriet. En dat is natuurlijk ook waarom ik die kunstwerken gebruik, namelijk of oplaad. Met mijn blik op dat moment, namelijk de verdrietige blik. En dus zie je, het werk van Tuymans bijvoorbeeld, wordt dan echt bijna een soort aanwezigheid van verdriet, terwijl het dan natuurlijk niet is. Maar dat is hoe wij kijken. Wij kijken met wie wij op dat moment zijn. En wij laden, een kunstwerk op zich bestaat niet. Het bestaat alleen door hoe wij kijken op dat moment. Zo'n duizenden betekenissen van een kunstwerk. En dat is heel mooi. Mm-hmm. En dat probeer ik te laten zien doorheen heel die roman, hoe dat wel vitaler wordt, die blik. Dat betekent dat verdriet op dat moment leefbaar wordt. Hmm. Ja. Als je zegt die rouw en dat verdriet, hoe dat een vorm vindt soms, of een drager. Dat is op zoveel verschillende manieren in het boek. Het is bijna alsof... ik vind het wonder dat toe kan. Snap je wat ik bedoel? Het is alsof het verdrietige wezen, zal ik het dan maar noemen, alle kanten uitgaat en eigenlijk hier bijna niet binnen gevangen kan worden. Ja, maar dat is ook tast letterlijk. Alles aan. Dat is letterlijk wat het is. Verdriet is een vormloos ding. En daarom is het ook verdriet. En zodra we een vorm daaraan kunnen opleggen, is het verdriet kleiner en wordt het hanteerbaar. Maar dat is net... Het is hetzelfde als je ongelooflijk verdrietig bent, bijvoorbeeld hier in dit geval na die dood. Het is helemaal niet zo dat je niet kunt denken, in tegendeel. Je denkt als een zot gewoon, echt. Maar het enige is, je gedachten gaan alle richtingen uit. Die hebben geen richting, dus ook geen,
geen betekenis, die gaan geen verbanden uit. Nee, alles heeft te maken met wat verloren is, of wie verloren is. Mm. En dat is letterlijk dan, enfin, wat er dan ontstaat, namelijk het krijgt dan wel een richting. En je ziet eigenlijk in het boek, of wat ik heb geprobeerd, wat ik absoluut wilde, is om die absolute wil te laten zien van iemand die met handen en voeten probeert een vorm te vinden en zelfs grijpt naar haiku's, wat ik echt wel zeer verregaand vond, eerlijk gezegd. Dat is zo'n een geglaceerde sushi eigenlijk, een haiku. Dus dat vond ik... Maar ik heb er zelfs streng proberen toe te spreken, want het is... Nee. En dat is letterlijk, dat is pas het summum van een vorm vinden, namelijk 5, 7, 5 lettergrepen. En daarin iets verdriet laten worden. Niet iets beschrijven, maar iets verdriet laten worden in de hoop dat het met het volgende begint te resoneren, dat er een mogelijk verhaal ontstaat. Dat is eigenlijk wat er in het boek, niks meer dan dat. Echt proberen en proberen en proberen. Ben je geschrokken van wat rouw is? Ja, het viel een beetje tegen. Dat is een... wat ik wel geleerd heb, en ik heb natuurlijk het geluk om zeer goed omringd te zijn. Hè? Wat ik wel heb geleerd, dat rouw, dat verdriet, en ik heb dat een paar keer gezegd naar aanleiding van dit boek, een oerkracht is. Ik wist dat niet, ik dacht dat dat een zeer destructief ding was. Ik hield er eigenlijk heel erg van om dat op afstand te houden, maar ik heb nu, met hulp van goede mensen, doordat het eigenlijk een oerkracht is. Dat het een zeer constructieve kracht kan zijn. Dat het ons, God, neem verdriet of rouw weg. En je hebt de Stabat Mater bijvoorbeeld niet meer. Je hebt zoveel mooie, je hebt zoveel kunstwerken niet meer. Het is echt iets wat dingen voortbrengt. Vind ik wel oké. Ja. Dat vitaal, hè? Ja, dat was echt de bedoeling. Het moest vitaal zijn. Anders heeft het geen zin. Dat zit ook heel hard, denk ik, in het... of toch, als, zoals ik het las, in het... meer dan in het verhalen vertellen, misschien ook in het verlangen om verhalen te vertellen. En in het verlangen om te geloven dat de kracht van verhalen vertellen... Ja, dat is ook een oerkracht. Ja, ik geloof er heel erg in. Ik bedoel, of het nu helpt of niet, eigenlijk is dat totaal irrelevant. Maar ook weer dat romantische idee dat... Als we verhalen vertellen, zolang we verhalen vertellen, dat het betekenis is. Hoewel we weten dat het heelal volstrekt onverschillig is. En zich niets ervan aantrekt of wij er nu zijn of niet. En et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat, zolang wij die geste doen, van het verbinden van twee dingen en daar iets laten gebeuren, dat, ja, dat is hubris voor mij. Ik hou heel erg van hubris, hoewel die goden niet bestaan. Dat we toch zeggen van, doodgaan of niet is allemaal niet erg. We gaan verhalen vertellen. En als iemand dood is, dan gaan we niet verhalen proberen te maken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Enfin, het klinkt iets vitaler dan ik eigenlijk ben, maar goed. Er spreekt anders wel een grote kracht vanuit. En ook in dat verlangen naar verhalen vertellen... Ik weet niet meer op welke pagina, maar het was al redelijk snel dat de eerste vrouw in een boom veranderde. En iemand vroeg me, bij een verhaal staan te lezen, ja, hoe is het? Ik zit op pagina 20 en er is al een vrouw in een boom veranderd. En toen dacht ik, maar dat... Dat. Dat was niet echt. Dat. Nee. Dat was niet echt. Maar dat en dan... Hoe je ons weer meeneemt naar al die, naar die metamorfose, naar die mythologie. En denk ik, ja, want we zijn dat misschien gewoon een beetje verleerd. Zo'n sterk beeld. Dat is ongelooflijk. Ja. Weet je, ik heb altijd heel erg van de metamorfose gehouden van Ovidius. Dat boek is 2000 jaar oud. Dat is voor mij echt de Bijbel. De echte Bijbel. Hm. Het begint met het ontstaan van de wereld en het eindigt eigenlijk met Pythagoras, die ons duidelijk maakt dat alles veranderlijk is en dat niets verloren gaat. Ik heb daar mijn twijfels bij soms, maar goed. Maar alles is veranderlijk, anders alles verandert in dingen. En dan lees je die verhalen
En dan denk je, dan lees je dat beeld, want er zijn verschillende, en meestal zijn het verkrachtingsverhalen, maar dat heb ik niet verder uitgewerkt in het boek. Ik bedoel, maar je kan niet alles uit. Nee, je kunt niet alles in een boek stoppen. Maar het verhouten van een lichaam, dat is zo'n waanzinnig beeld. Je ziet het zo voor je. En als je dan nog het beeld van Bernini erbij ziet, die marmeren Daphne en Apollo, dan zie je uit die voetjes van Daphne, zie je worteltjes geschieten. Echt veel mooier dan in werkelijkheid. Je ziet uit haar vingers takken ontstaan met gebladerte. En het is zo'n ongelooflijk universeel archetypisch beeld voor een soort verstarring van iets. En dan wil ik dat. Ik wil dat een paar keer gebruiken omdat het zo mooi is. Om weer terug te keren naar om deel uit te maken van een traditie. Ja. Mag ik daar nog één beeld bovenop gooien? Want dan schrijf jij bijna terloops. Hoe jij en de mannen jullie moeder de kerk uitdragen, of de kist wegdragen, en hoe zwaar het was. Een houten kist, als een boom. Ja. Want dat doe je wel, ik krijg er al een kikker van in de keel, maar dat doe je wel in dit boek uitzonderlijkste, hè? Bijna terloops altijd. Het is een soort onttrekkende beweging. Ik heb dat blad er even, ik heb ook zo'n twee stapels gelezen. Ja, mag ik dat blad er even bijhalen? Want dit zeg je, ik zal, hoewel de moeder het centrum is, zal ik met handen en voeten alles en iedereen eromheen proberen te beschrijven, tastend, benaderend, omcirkelend. Want zoals je zelf al zei, zelden of nooit gaat het heel expliciet. Er staan een paar prachtige beelden in van je moeder. Van haar kapsel, bijvoorbeeld. Van een jurk, van een sjaal. Maar dat tasten en benaderen, en af en toe komt er iets heel rechtstreeks. Ja, maar vaak heb je... Weet je wat mij zo fascineert aan bijvoorbeeld zwarte gaten? Daarom komen die altijd terug. Ik blijf maar over zwarte gaten schrijven. Dus een zwart gat zie je niet, maar je ziet wel de kracht die ervan uitgaat. En daarom weet je dat er een zwart gat is. Mijn moeder is de afwezigheid, natuurlijk. En daar rond bewegen zich dingen. En in de werk, ergens in het heelal. Heb je dan een röntgenstraling, door de frictie die ontstaat, heb je, je voelt die kracht ervan. En dat is het natuurlijk, ik wilde eigenlijk oorspronkelijk alleen maar de afwezigheid laten voelen. En zo ironisch genoeg heb je maar afwezigheid als af en toe een heel simpel, helder beeld, bijna kinderlijk beeld, hebt van die vrouw die zij was. En, hoe was je moeder, vraagt iemand, en tot mijn verbazing sta ik met mijn mond vol tanden. Ja. Maar dat, weet je wat er zo vreemd is, is het is zo moeilijk om je dingen te herinneren. Dat is zo raar. En dat heeft te maken met de sterkte van een sorry. Nee, dat hoort erbij. Ik denk dat we weten wat je ging zeggen ook trouwens, Peter. Dat we die sterkte voelen. Want jij ook, wat hierop staat, zeg als ik moet zwijgen als jij voort wil praten. Probeer eens jou, en dat staat cursief, hè? Probeer eens jouw verdriet te beschrijven in plaats van dat van je vader. Het komt een paar keer terug en dat vond ik, moet ik zeggen, een heel moeilijk moment. Omdat ik dacht, verdorie, ja. En dan gaat het niet over jou als persoon, hè, maar de schrijver van dit boek, dacht ik, ja, daar is hij al een tijdje misschien wel heel handig omheen aan het walsen. Nee, maar je kunt je focussen op... Oh, op verschillende dingen natuurlijk, maar door... Weet je, je kunt een onttrekkende beweging maken om echt te schrijven waarover je het wil hebben, omdat het anders te plat wordt. En je kunt je focussen op dat ongelooflijke, weer voor mij archetypische beeld van mijn vader.
om verdriet te beschrijven en wat beter gewoon marcheert dan als ik het over mezelf heb. Mm. Maar die zin staat er wel. Ja, die zin staat er natuurlijk. Omdat het is ook, weet je, het is iedereen, en dat heb ik nu geleerd, daar heb ik ook met mijn moed vaak over gepraat. Dat iedereen strategieën heeft in zijn leven om zo weinig mogelijk ongelukkig te zijn. Mm. Zo leven wij natuurlijk. En bij de een lukt dat al meer dan de ander. Maar een strategie kan zijn bij groot verdriet dat je focust op het verdriet van iemand anders, omdat je dan op die manier zelf bijna in de hand hebt om je eigen verdriet af en toe als een soort ventieltje open te zetten en weer dicht te doen, omdat je weet dat je anders omver geplaatst wordt. Het zijn strategieën. Dit boek is een strategie om een manier te vinden om met verdriet om te gaan. En dat is wat elke schrijver doet altijd. Het is een constructie. Het is een concept om een soort hanteerbaarheid te vinden voor dingen. Ja, het is een parallele wereld. Misschien is het wel een parallele wereld waarin alles wat jij ooit geschreven hebt... Ja, vind ik een leuke gedachte. Dat het een parallele wereld is waar we weten dat het dat is heel die passage met die metaforen ook. Als je wilt praten over iets wat zo moeilijk is om over te praten, dan maak je een omcirkelende beweging. Dan gebruik je eigenlijk een beeld om te kunnen praten over iets waar je niet over kunt praten. En dat is het hele boek. En dat is ik vind dat plezant. Dat heeft wel iets. Het is een passage die kan worden opgenomen in de cursus... Keukenpsychologisch. Ik dacht aan literatuur. Daar doen we niet aan. Daar doet meneer Velas niet aan literatuur. Ja, maar ik bedoel, die hele passage over dat is wel een credo dat daar staat. Waar jij in gelooft, waar jij van denkt, zo schrijf ik. Ja, maar ik hou daarvan, weet je. En ook om dat te expliciteren? Nee, dat heb ik nooit eerder gedaan. Ja. Dus dacht ik, ik zal... Ik doe het eens. Ik zal het eens uitleggen. Het is een keer iets anders. Nee, ik bedoel, ik wou absoluut, weet je, een onderdeel van wat ik wilde, namelijk met handen en voeten alles uitproberen, het logisch gevolg ervan was dat ik ooit, dat ik nu eindelijk ook eens zou toelaten dat ik min of meer essayerend iets zou vertellen over kunst, over... En over schrijven, et cetera. En wat dat zou kunnen betekenen. En dat heeft ook te maken met... Nee, dat heeft niks te maken. Maar dat is... Ik wilde dat absoluut. Omdat dan ook de logica van het kijken... van de roman... Mm-hmm. Op een of andere manier duidelijk zou worden. Weet je, anders heb je een amorfe hoop. En ik wilde absoluut dat je zou doorhebben, meestal via kunstwerk, via de omweg van kunstwerk, door die te verduidelijken hoe ik die zie en hoe die inwerken op elkaar, wat schrijven voor mij betekent en wat het lezen makkelijker zou maken in die zin dat je een lijn in dat boek zou krijgen op die manier. Maar dat jij dat zo expliciet maakt... En ons daar echt inkijk in geeft, dat is misschien nog wel het meest intieme van het hele boek. Ja, ik heb het nooit in het openbaar gedaan. Gedacht. Ik bedoel, mijn gedachten geformuleerd. Ja. En dat is ook een zeer kwetsbaar ding, als ik bedoel. Hè. Ik ben geen academicus, om het heel vriendelijk uit te drukken. Maar hier vond ik het echt belangrijk dat ik wilde ook echt iets. Het is ook een, los van het feit dat het probeert een soort lichaam van rouw te worden, dat boek, is het natuurlijk ook een ode aan kunst. En dat heeft heel veel te maken met iets wat mij mateloos misselijk maakt in deze tijden. Het gelul, de slordigheid waarmee men over kunst praat. Het gemak waarmee men dat wegwuift.
En ik wil daar, en dat is misschien het enige militante erin. Dat ik vind kunst een essentie, bedoel, zonder kunst zou mijn leven anders zijn, armer. En daarom is het een ode aan die, ik heb het al gezegd, aan die twee dingen die mij echt in vuur en vlam zetten, namelijk kunst en liefde, meer is het niet. En dat is goed, ik ben blij daarmee, dat is veel, heel veel. En ik wil daar ook een ode aan brengen, dat betekent dat kunst, ik wil de complexiteit van kunst laten zien en dat niet, oh, dat is toch verdomme, dat is toch moeilijk, zijn te horen. De rijkheid, de lagen, de nuance, de veelheid. En daarom, dat kun je maar als je er een gedachte over ontwikkelt, dacht ik. Dus heb ik een poging gewaagd. Ninja heeft nog een woord laten vallen. Troost. Het is een woord dat hier tussen haakjes stond met drie vraagtekens achter hem. Ja, dat een woord is dat... Oef, ja. In de aanwezigheid van kunstenaars over troost spraken. Ja, als je wel over receptie hebt. Maar ze heeft er troost van de ontluistering van. Hè? Dat relativeert. Dat heeft zij er wel uitgelegd, zijn jouw woorden. Maar dat relativeert het meteen ook een beetje. Het gaat over troost, maar wel van ontluistering. Nee. Kunnen we het even over troost hebben, Peter Verhelst? Ja, dat is een echt belangrijk. Want daar heb ik heel vaak over nagedacht. In ironische tijden. Ik zei echt waar. In het theater of op een vernissage, het woordje troost, en zo iedereen zo van, kom maar jong, West-Vlaming, enfin. En terwijl, ik vind het een heel interessante gedachte, toen ik natuurlijk met die metamorfose, bedoel, ik heb niet toevallig die metamorfose gekozen, omdat ik absoluut wilde nadenken over de oorsprong van kunst. En je weet het eerste zingen, het eerste dansen, dus de eerste rituelen op dat vlak zijn altijd uitingen van, enfin, pogingen geweest van mensen om dingen te bezweren, om angsten te bezweren. Zo is het zingen ontstaan. Later ook als een soort verbindingsding, maar goed, ik kan me zo voorstellen. Je ziet die bliksem en je begint te zingen, zoals dat je fluit in het donker. Dansen ook is een manier om dat te bezweren. En in die zin dacht ik, stel je voor, de manier waarop ik probeer verhaaltjes en van alles, en die dichtjes en dan over na te denken en weer nieuwe vragen, nog één, is eigenlijk een, zoals men zong, zoals die onze voorouders zongen, denk ik dan, of stonden te dansen, een soort manier om aan te fluiten in het donker. En dus iets wat ons bevrijdt, of wat ons onze bewustzijn wat verandert, waardoor dat we een soort troost, ja, een soort rust krijgen. Dus ja, ik heb gezondigd. Ik heb troost. En tegelijkertijd heb je natuurlijk het feit dat wij, je kunt niet opnieuw maagdelijk worden natuurlijk, we hebben die ironische tijden, we weten wat we niet meer, we weten dat de goden uit de metamorfose, hoe menselijk ze ook voorgesteld worden, dat die niet bestaan. Dus we weten dat we, dat troost een lastig ding is. En toch, opnieuw weer, dat soort dramatiek van, toch doen we, weten dat het een illusie is, maar dat is goed. We gebruiken een illusie om minder ongelukkig te zijn. Dat is pas troost. Ja. Weet je dat dit een hele sterke roman is? Het is mij verteld. Nou, ik heb dat ergens gelezen. Ja, maar weet je dat? Nee, het enige wat mij... Als weet je dat dan? Maar ik, echt, en dat klinkt nu echt heel onnozel. Ik denk echt niet in die termen. Ik meen dat. Ik bedoel, het enige... Nee, maar ja, goed, maar als het daar dan ligt, dan is het wel een... Je noemt het dan net zelf een ding. Dit ding. Dan is het iets, hè? Dus dan denk je ook toch na een tijd na, wat heb ik nu gedaan en wat is het waard? Maar ik weet niet, ik vind dat een rare vraag. Wat is het waard? Echt waar. Ik weet niet wat dat betekent. Wat is dat? Het is een sterk boek. Ik bedoel, betekent dat een boek is? Nee, wat je daarnet beschreef over troost bijvoorbeeld, of over wat jij zelf hebt
als je naar een kunstwerk kijkt en wij lezen dit, dat kan het waard zijn. Nee, maar het is het boek dat ik wilde. Het is zelfs iets beter geworden dan wat ik... Enfin, beter. Het is iets meer geworden dan wat ik wilde. Omdat natuurlijk... Ik herinner mij een fameuze namiddag in Amsterdam, waar ik met Katrijn en Suzanne en Julia, ja, een stagiaire, Julia samen zat. En plots, door wat zij zeiden, dacht godverdomme, dat is het. Tak, dat is een jukebox, als je een jukebox in je hoofd hebt. En je dacht van, oh god, dan moet ik schrappen, dan moet ik... En toen dacht ik, het zit in elkaar zoals ik wil. Het wil zeggen wat ik wil zeggen. En ik kan niet beter. Ik bedoel, dat is wat ik wil. Dat is het. En met een zekere passie zelfs. Dat is wat ik wil maken, die beelden. En ik ga er niks meer uit doen. En dat is wat het moet zijn. En dat is voor mij... Weet je, en dan... wat ermee gebeurt is... Nee, maar dat is de waarde waar ik het over had. Ja, dat is absoluut. Ik sta daar voor 100% achter. Het is een balans, dacht ik. Dankjewel. Eerst wil ik wel iets zeggen. Ja. Ik heb opgeschreven, want mijn speechpotentie is nogal zielig. Onnodig te zeggen dat ik zeer gelukkig ben met dit boek. Het kan niet genoeg worden gezegd. Het is absoluut niet evident in deze tijden dat het mogelijk is zo'n prachtig object te maken. Grote dank aan vele mensen. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Dat is het boek. Ik heb een familie. Mijn vrouw en haar familie, mijn kinderen, mijn vader en zijn lieve en mijn hele familie, die zitten in het boek. Heel dierbaar. Ik heb een tweede familie van dichte, dierbare vrienden, die zitten ook in het boek. Ik heb ook een imaginaire familie, Bomba, Caravaggio, nonkel Richter, neef Tuymans, nicht Anna-Theresa de Keesmaker, die zitten ook in het boek. En ik heb er bezig bij. Grote dank aan Katrijn, mijn redactrice, en aan Suzanne Holzer en stagiaire Julia. Deze drie vrouwen, ik heb het al verteld, maar toch, het kan niet genoeg verteld worden. Deze drie vrouwen zorgden voor de mooiste redactievergadering ooit, waarbij alles plots op zijn plaats viel en ik meebrullend met Rammstein van Amsterdam naar Brugge kon rijden. Het was geen zicht. Grote dank aan Arends Oog, Nienke, voor het werkelijk onvermoeibare werk om mijn heterogene tekst druk klaar te krijgen. Het is echt een huzarenstukje. Aan Zetter Aard met D. Weird. Aan Zetter Aard, die nu vermoedelijk in een sanatorium ligt. Aan de fantastische mensen van Moker Ontwerp, die het hebben ontworpen. Fantastische mensen. Aan de mensen van promotie, aan werkelijk iedereen bij de bezige bij, die mij altijd met hun enthousiasme opjutten. Grote dank aan Chris Boudewijns en aan Steven. En allemaal van Passo Porta en aan Ninia voor haar intelligentie. En prachtig boek. En aan Ruud voor de kunst van het interviewen en aan Bertox, omdat hij Bertox is. Voilà, moest er even uit. En nu lees ik vier stukjes voor, kleine stukjes. Eén over mijn moeder en drie over herten.
De adem van mijn moeder stokt en haar schaduw glijdt van het bed af, spoedt zich naar de deur, glipt eronder door en gaat op de bovenste trede van de trap staan. Uit haar schaduw komt een andere schaduw, die naar de volgende trede afdaalt en daar bevriest, terwijl weer een nieuwe schaduw al naar de volgende trede afdaalt enzovoort. Tegelijk treden gelijkaardige schaduwen uit de zijkanten van de eerste en blijven daar op de bovenste treden staan, waarna ook daar nieuwe schaduwen zijdelings uittreden, die naar de volgende treden afdalen enzovoort, tot ook weer uit die schaduw. Tot de hele trap overbevolkt is, met bevroren schaduwen in alle mogelijke renhoudingen, waaruit weer nieuwe schaduwen springen en bevriezen. En het houdt niet op. Het groeit exponentieel, echo na echo. Maar het gebeurt wel in volstrekte stilte, alsof elke schaduw met open mond wacht om weer in te ademen, alsof ze met barstende longen uit het water opspringen. In het zonlicht werven er miljoenen stofdeeltjes boven de met beige tapijt beklede trappen. Edelhert. Van de mannelijke dieren is de keelzak in twee kleuren behaard. Donkerbruine manen en rosse pels eronder, waardoor zijn borst bij de minste beweging in brand lijkt te staan. Het gewei is donzig. Het hert kijkt je strak aan. Het zet een stap vooruit. Duwt zijn kop in je geurenwolk om die te proeven. Staat bevroren. Met opengesperde neusgaten. Lijkt eeuwig te zullen kijken. Eén van zijn oren slaat op en neer. Een rilling trekt door zijn achterlijf. Hij wendt zich af en stapt het bos weer in, met hoog geheven poten, zo beheerst elegant, bijna als in een dressuuroefening. Edelhert. Bergen met besneeuwde toppen. In de vallei glinstert het meer. Een hert staat enkel diep aan de oever. En met een plons gaat het door de knieën en valt op zijn zij. De kop zijdelings onder water, alsof het gewei te zwaar is. Uit alle kracht probeert het dier zijn kop uit het water te heffen. Het blijft maar duren. Met de laatste krachten nog een laatste keer trachten de achterpoten grip te krijgen, maar ze vallen al stil, traag, strekken de vier poten zich helemaal uit. De hoeven tegen de rand van het meer, met open ogen op zijn zij, drijvend, meewiegend met het water. Wat is er met de herten aan de hand? En waarom komen ze naar het meer om hier te sterven? Edelhert. Zoals een pigmentwolk 10.000 jaar geleden geblazen rond een hand op een grotwand, zo breidt een vlek zich uit rond het hert, om het op zijn zij liggende hert heen. Donker vocht, eerst zilverkleurig, daarna donkerrood en na zwart, om het al maar platter wordende hert heen. Maar is het wel vocht? Zo zwart dat het niet anders dan een put kan zijn, zo diep dat de bodem er niet van te zien is. Zwart, perfect, cirkelvormig gat, waarop het hert drijft. De pels, het zwart absorberend, doordrenkt. Zo zwart dat het een blauwe schijn krijgt. Roerloos hangend, precies in het midden van het bodemloze gat. Perfect, onzichtbaar hert, vlekvormig, een sterreloze nacht.
Hallo. Ik heb, ik denk dat ik al mijn boek niet voorgesteld, dus ik kan dat niet meer nog eens doen. Maar ik wil even iets zeggen over de nummers die ik speel. Iets heel kort. Dus het liedje dat ik er straks speelde was eentje van een Nederlandstalig soloproject, Strand. Ja, weinig mensen kennen, denk ik. Ik ga er nu eentje doen van Flying Horseman. Dat is een band, normaal. Dat is in het Engels. En dan ga ik nog twee covers spelen. Want ik ga binnenkort een solo plaatje opnemen met enkel bewerkingen van andermans nummers. Voor zij die het zich zouden afvragen. Het eerste van die twee covers is eentje van Thomas van Zandt en het laatste is van Bob Dylan. En dan wil ik toch ook heel erg Peter bedanken, heel, heel hard. Ik heb er echt niks over te zeggen, zo, maar het betekent veel voor mij dat hij mij vraagt. Thank you.
To wake and run with the moon, I live like a rake and a young man. Covered my lovers with flowers and wounds, my laughter the devil frightened. Son, she would call and beat me back down, but every cool day had its nightfall. I'd welcome the stars with wine and guitars, full of fire and forgetful. My body was sharp in the dark air clean, outrage my joyful companion. Whispering women, how sweet they seem, kneeling for me to command them. My time was like water, but I was a sea. I had never noticed it passing, except for the turning of night into day, and the turning of day into cursing. Think I don't know what all your eyes are saying. Does he want us to believe these ravings and lies? They're just tricks that his brain's been playing. A lover of women he can't hardly stand. He trembles, he's bent and he's broken. I've fallen, it's true, but I say unto you, hold your tongues until after I've spoken. I was taking my pride in the pleasures I'd known. I laughed and thought I'd be forgiven. Well, my laughter turned round, eyes blazing, and said, my friend, spoke once again, the night to the day we're binding. And now the dark air is like fire on my skin, and even the moonlight is blinding. And now the dark air is like fire on my skin, and even the moonlight is blinding. Thank you.
op optredens nooit wat zeggen. En deze is zelfs geen optreden, dus nu weer totaal niet. Thank you.
is a man who swears he's not too late. All day long I hear him shout so loud, crying out that he was afraid. Voor het vergeten. Het boek is te koop daar. Ik denk dat Peter het heel graag ook wil signeren voor u. Nog eens iedereen bedanken. Bert? Kom niet meer. Deze bijdrage, Wils van Burg en Passaporta, Peter Verhelst. Dank je. Jij en al die jou. Dank je.